Het klimaat verandert en de aarde warmt op. Om deze klimaatverandering tegen te gaan, wil Nederland in 2030 de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Hiervoor is het nodig dat we op een heel andere manier omgaan met onze energie en grondstoffen. Zo gaan er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen van het aardgas af. Maar de energietransitie is in veel wijken niet de enige opgave. Zo werken gemeenten aan de leefbaarheid en maken woningcorporaties renovatieplannen. De energietransitie kan ook bijdragen aan het oplossen van andere problemen en vice versa. Dit is vooral belangrijk in zogenoemde kwetsbare wijken, omdat je zo de leefbaarheid in de buurt en de sociaal-economische situatie van de bewoners helpt verbeteren. Gemeenten hebben in de energietransitie de regie en werken hierbij nauw samen met bewoners en andere partijen in de wijk. Samen zien ze vaak wat er nog meer mogelijk of nodig is in een wijk. In de praktijk lukt het vaak onvoldoende om deze opgaven aan elkaar te koppelen. Met de City Deal, energieke wijken, duurzaam en sociaal, zetten we met elkaar de schouders eronder en zorgen we dat gemeenten de kansen in een wijk kunnen verzilveren. Hiervoor zoekt Agenda Stad samen met gemeenten, ministeries, woningcorporaties en andere partijen die actief zijn in de wijk of stad naar nieuwe, innovatieve manieren van werken. Die aanpak heeft direct meerwaarde voor de energietransitie en voor de bewoners. Door aandacht te hebben voor de situatie van de bewoners kun je ze helpen op het gebied van veiligheid, gezondheid, schulden, scholing en de begeleiding naar werk. Zo is de energietransitie in Utrecht gekoppeld aan een leerwerktraject voor jongeren in de wijk. Door dit traject heeft een flink aantal nu een betaalde baan. En in Groningen ging het gemeentebestuur voorafgaand aan de transitie in gesprek met wijkbewoners over de openbare ruimte. Uitkomst: meer groen en een veiligere verkeerssituatie. Als we er met z'n allen, overheden, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven in slagen om de energietransitie te verbinden aan de lokale sociale opgaven en leefbaarheid, levert dit betere wijken op en helpt dit bewoners vooruit. City Deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Agenda Stad, samenwerken aan de toekomst van Stedelijk Nederland.